Zo'n 300 jaar textielhistorie valt te beleven met de app Elastic, die leerlingen van het Erasmus, scholieren uit de Duitse stad Neuenhaus, de Poolse stad Zelov en de Tsjechische stad Valašské Klobuky hebben ontwikkeld. I want to welcome you all, but especially Mr. Tenkate, because he came a long way here to launch the app. Welcome, Mr. Tenkate. Burgemeester Gerritsen lanceerde hem samen met A.J. Tenkate, nazaat van de textielentrepreneur uit het verleden. De app voert in alle vier steden langs plekken waar de textielindustrie gevestigd was. Wat ik heel positief vind, dat is dat verschillende Europese burgers en vooral dan de jeugd met elkaar op deze manier een aansprekend stukje historie van hun directe leefomgeving zichtbaar maken. Niet alleen voor zichzelf, omdat ze het project doen, maar ook voor hun naasten, hun omgeving. Want die groeien allemaal op in die steden waar de textielindustrie toch verdwenen is. Terwijl de textielindustrie, zeker hier voor Almelo, toch een enorme geschiedenis heeft. Ik heb er heel veel van opgestoken. Ik had geen idee dat er zoveel textielgeschiedenis in Almelo aanwezig was. Dat heeft me ook heel erg verbaasd. Ik zie nog steeds overal in de stad dingen waarvan ik denk van, oh, hey, deze straatnaam die herken ik. Of dit is een gebouw wat relevant was tot de textielhistorie. Het is echt heel veel in Almelo waar ik nog niks van wist. Ik vind ten eerste heel erg goed dat een dergelijk project is opgesteld. En dat het ook gaat op een aantal Europese landen. Er zijn vier scholen bij betrokken uit vier Europese landen. En hier in Almelo is dat het Erasmus. Ik heb begrepen dat ze zeker al 2 jaar geleden hiermee gestart zijn. Wat op zich natuurlijk toch aangeeft dat het een wel redelijk ingewikkeld project is. Wat vind jij van het hele project? Nu het eigenlijk afgemaakt is, hè? Ik vind het geweldig. Ja, echt geweldig. Het is echt. Ik hou van uitwisselingen, andere culturen en andere mensen ontmoeten. Heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Dat is echt heel leuk. Ja, het is nu 2 jaar. Het is bijna voorbij. Het voelt wel vreemd eigenlijk. Ja. Ik ben heel veel mee bezig geweest, maar het was allemaal waard. Ja!